In een grote Engelse stad als Birmingham leven honden daklozen, volgens de officiële cijfers tenminste. Dat is 1 op de 10.000 inwoners. In grote Nederlandse steden zijn naar schatting 10 op de 10.000 inwoners dakloos. Er zijn weinig landen in het Westen met een grotere inkomensongelijkheid dan Engeland. En dan 10 keer zo weinig daklozen als in Nederland? Tellen ze in Engeland anders of zijn het de pinnen, de kartels, de tanden en de beugels die het er onmogelijk maken op straat te overnachten? De zittende man gebruikt een stift en twee pennen als presspapier. Bovenop tekeningen zo te zien in plastic mapjes. Even zoeken. In maart schreef The Guardian over twee tekenende daklozen in Birmingham, de gebroeders Scar en Duke. Scar is 28 en Duke is 38. Hier hebben we een foto van Scar. Dan zal dit Duke zijn, de oudste. De broers verkopen hun tekeningen aan winkelend publiek. Ze verdienen genoeg voor eten en een goedkope slaapplek. Superdrug staat er op de roze plastic tas van de vrouw links. Een grote drogisterijketen die een filiaal heeft in New Street. Ook noedelketen Wagamama heeft een filiaal in New Street. De laatste drie letters van het logo zijn net te zien in de linkerbovenhoek. Duke zit tegen de telefooncel in New Street. Hebben ze die daar nog steeds, nu iedereen een mobieltje heeft? Zo'n cel brengt meer op met reclame dan met bellen. De posters worden aan de binnenkant tegen de deur geplakt. Ter hoogte van de handgreep zit geen glas. Daar is de poster aan de buitenkant geplakt. Hij bubbelt een beetje van de regen. Het heeft iets schrijnends, een natgeregende dakloze met zijn rug tegen het geluk dat McDonald's ons voorspiegelt. Duke zit ook nog eens op de goot. Op de goot, in de goot, hoe symbolisch wil je het hebben? Waarom heeft hij het buitje niet afgewacht, ergens binnen met zijn broer? Dat heeft helemaal geen zin, omdat het die dag tot sluitingstijd zou regenen. En als dakloze moet je rond de kerst buiten zijn. Dan zijn de mensen net iets guller.